Hij was met de kop. Hij was met de kop, ja, inderdaad. De meeste rechtsbacks kunnen in die koppen, toch? Nou ja, ik liep er ook meer tegenaan dat ik hem echt inkopte, denk ik. Nee, hij zat er goed in. Nou, dit is niet een hele onbeduidende kopbal. Goeie, zelfs nog een beetje achter je. Nou, hij ziet er op beeld beter uit dan ik dacht. Nee, ja, hij zat er goed in. Dat is, het was na heel veel fouten wel heel lekker om nog een punt te pakken, toch? Want jullie hebben achterin, met de keeper een keer, met Santiago bij de 1-2. Jullie hebben wel heel veel fouten gemaakt, hè? Ja, dat denk ik ook. Af en toe ook een beetje naïef, denk ik. We willen graag voetballen. Maar dan zie je gewoon dat het op het begin niet helemaal lekker loopt zoals we willen. En dan moeten we denk ik niet naïef zijn en dan juist een linie verder zoeken. En misschien de lange bal hanteren. Want je ziet dat in de tweede helft komt er veel meer ruimte. En ja, en dan zie je gewoon dat we heel goed kunnen voetballen. Maar ja, was iets te naïef, denk ik. Bij ons in de studio, Ronald de Boer en Hugo Bos, die zeiden van er zal best wat gebeuren in de rust. Kan je mij uitleggen dat René Haken, wat wij een hele amabele man vinden, hoe kwaad hij kan worden? Kan hij echt kwaad worden? Ja, ik ken hem nog vanuit mijn Twente-tijd natuurlijk. Maar, ja, vertel. Nee, dat kan zeker. Dat kan zeker. En maar, hoe ziet dat eruit? Hoe dat eruit ziet? Ja. Nee, ja. Nee, het is vooral gewoon heel duidelijk wat we willen doen in de tweede helft. We weten zelf natuurlijk ook dat het natuurlijk niet goed ging de eerste helft. Maar pakten jullie dan flink aan in de rust? Ja, dat kan. Vandaag viel het op zich wel mee. Ja. Maar het was gewoon een duidelijke boodschap van hoe we dat de tweede helft gingen aanpakken. Ja, dus er vliegen geen schoenen door de kleedkamer, geen koppen thee. Dat je moet bukken. Nee, maar dat gebeurt wel eens. Dat heb je wel eens met hem meegemaakt. Ik heb het wel eens erg meegemaakt. Nee, maar ik vind het altijd wel meevallen. Ja, soms ook een beetje onnodig. Want we weten gewoon dat we zoveel kwaliteit hebben. En dan is er ook nog een tweede helft te voetballen. Je bent later bijgekomen. Sinds jij er bent heel vaak de nul. Vandaag was het onmogelijk om de nul te houden. Hè? Als je zulke ongelofelijke fouten maakt als jullie keeper Santiago, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, inderdaad wat ik zei. Dan willen we te graag voetballen. Natuurlijk willen we graag voetballen. Maar wat ik zei, dan moet je denk ik meer de lange bal gaan zoeken en het probleem verleggen. Want je weet gewoon, als je een paar keer de lange bal zoekt, uiteindelijk komt die ruimte wel en dan komt de kwaliteit van ons wel naar voren. Nog één keer kijken. Of het er wel of geen mooie kopbal was. Wil jij hem graag zien? Ja, ik voor iemand die niet kan koppen, vond ik het een mooie kopbal. Ik vind het eigenlijk een hele mooie kopbal. Nou. En ja. Godschrist, is achter je. Mijn keuze geweest. Voorlopig niet meer doen. Dankjewel. Dankjewel.